Ja, Tess, het is 8 uur 's ochtends. Je bent in topvorm. Nou, nog niet. Ik heb een beetje opstartproblemen, maar ik ben een dieseltje. Ik moet even wakker worden en dan over een paar uur dan ben ik aanspreekbaar. Goedemorgen. Hoe is de sfeer? Goedemorgen. Het is lekker vroeg, ja, maar toch? We hebben er zin in. Ja. Nou ja. Ja, we hebben er zin in. Goedemorgen. Zijn jullie er klaar voor? Goedemorgen. Nou, ik denk dat iedereen nog een beetje wakker moet worden, maar we zijn er klaar voor. Hoe staan jullie ervoor na een week trainen met een nieuwe bondscoach? Ja, goed. We zijn fit. We hebben het leuk. We hebben het leuk samen. De sfeer is goed. Dus ja, we hebben alleen maar zin om nu het toernooi te beginnen en te knallen. Ja, andere coach die iets agressiever is, werd gezegd. Zijn jullie ook agressiever dan? Nou, het is gewoon lekker als er gewoon, het is gewoon nieuwe input, even een nieuwe vibe. En ik denk dat dat heel goed is voor deze ploeg. Gewoon even weer wat nieuws. En ja, het, is, het bevalt goed. Hebben jullie veel dingen veranderd? Nee, niet heel veel. We rennen een beetje meer en we hebben wel wat details, weet je, in de systemen die we al hadden. Hebben we nu wat aangepast. Ja, ze weten nu onderhand ook wel hoe Nederland speelt, dus we moeten wel iets aanpassen. Dus dat hebben we gedaan, dus ik ben benieuwd. Ja, en die snelheid, dat is sneller in de break, zeg maar, hè? Ja, snelle omschakeling, ja. We rennen veel, lekker pittig dus. Nou ja, de groep is eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven, dus dat valt wel mee met hoeveel er veranderd is. Maar ja, er staat natuurlijk iemand nieuws voor de groep, nieuwe trainster, dus dat brengt altijd veranderingen met zich mee. Dus ik denk dat er wel... Het is wel een andere sfeer, andere stemming. Maar agressiever, gaan jullie wat gemener spelen of... Waarom niet gemeen genoeg? Nou, dat kan altijd. Ja, tuurlijk. Weet je, ze heeft weer een nieuwe kijk op bepaalde dingen, bepaalde tegenstanders. Dus we zullen zeker anders gaan spelen of het agressiever gaat worden. Dat weet ik niet, maar in ieder geval komt ze wel met nieuwe input. Moet jij dan ook wat meer pitten hebben in het veld? Wat agressiever, wat sneller? Ja, ik word wel achter mijn broek aangezeten dat ik even wat harder moet rennen. Ja. En wat is het doel? Winnen van de Duitsers eerst maar. En dan winnen van de Fransen. Dat is belangrijk en de voor jou in de kleedkamer straks. Ja, 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 ik wil wel heel graag terug naar Duitsland met een winst. Anders dan, ja, dat moet ik wel lang horen, denk ik, als ze verliezen. Dus nee, we gaan wel eerst voor die winst tegen Duitsland. Ja. Hebben jullie andere mindset? Omdat het aantal ook zeiden van bij de Spelen wilden we misschien te graag. Ja, en je weet ook dat EK veel lastiger is dan een Olympische Spelen of een WK. EK is gewoon de pool overleven en kijken hoe we daar uitkomen en dan kijken hoe we in de volgende ronde. Dus het is echt wedstrijd voor wedstrijd. We kunnen wel zeggen, we willen dit, maar we dromen van goud. Tuurlijk dromen we daarvan. Maar we moeten wel heel realistisch zijn. Gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. We zitten in Duitsland, Polen, Frankrijk. Ja, dat is niet niks. We willen gewoon alle wedstrijden winnen en uiteindelijk is onze droom... Natuurlijk, die gaan we op plak. Ja. Maar goed, het gaat gewoon normaal eens lastig worden. Want ja, we zitten ook in een pittige pool, met goede landen. Dus ja, we gaan het gewoon per wedstrijd bekijken. En dan uiteindelijk zien we wel wat het resultaat gaat worden. Bij de Spelen hebben we wat minder dansjes en dergelijke van jullie gezien. Bij het WK wel. Gaat dat weer terugkomen? Nou, even kijken of we nog soepel in de heupen zijn, maar ik denk het wel. We staan op je te wachten volgens mij. Ik zie het. Allemaal.